Hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal en welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincents. Het is vrijdag 4 uur 44 en jullie zaten natuurlijk allemaal op je puntje van je stoel om eens erachter te gaan komen wat voor wijsheden deze jongen nu weer de ether in gaat vibreren. En nou, het is deze week niet mals, want ik kreeg van een van jullie terecht de vraag: Vincents, waarom word ik in mijn hoofd geneukt door de televisie? Of hoe word ik in mijn hoofd geneukt door de televisie? Want waarom, dat is weer een ander verhaal. Maar hoe? Nou, grote vriend van me. De televisie is designed om jou in je hoofd te neuken. Dat is wat het doet. Het heet niet voor niks een programma. Je wordt geprogrammeerd. Weet je wel? Ik zal een klein voorbeeld geven. Zo'n programma als Eigen Huis en Tuin. Zitten een paar van die halfmogolen zitten naar te kijken en denken wij zo: oh ja, dat zit ik eigenlijk ook in mijn tuin. Weet je, jouw hele wereldbeeld, hoe jij naar de wereld kijkt, hoe jij haar ervaart, komt tot stand door de informatie die jij tot jou neemt. Dus als jij krantjes leest en tv kijkt, dan wordt jouw wereldbeeld jouw wereldbeeld mede bepaald door die informatie. Alles is informatie. Jouw hele systeem, dat transformeert constant. Dat is gebaseerd op het tot zich nemen van informatie. Denk er eens over na. Voedsel is informatie. Weet je, een normaal voedsel. Stel, je eet een nootje. Ja, dat bevat genetisch materiaal, dat bevat een code, dat bevat informatie. Die informatie neem je tot je, weet je wel. Ze zeggen wel eens, je bent wat je eet. Weet je, als jij een banaan eet, dan wordt jouw cellen, die nemen die hele code tot zich. Jouw lichaam wordt die banaan, snap je? En zo is het ook met andere informatie die jij tot je neemt. Een gesprek wat je hebt met je vriendin. Een avondje Jinek of andere van die kankeronzin. Al die informatie die bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Hoe jij hier loopt en staat en doet en weet ik veel wat allemaal. Weet je, daarbij, jouw gedachten creëren jouw realiteit. Weet je, want jouw gedachten die worden ooit acties. En acties creëren. Dus sessa, dan zijn we er. En daarom willen ze jou zo graag programmeren. Want dan kunnen zij besturen hoe de wereld eruit ziet. Weet je wel? Als je jezelf helemaal afsnijdt van het hele gebeuren. Ja, dan bepaal jij zelf hoe je naar de wereld kijkt. Ik kijk geen kranten, ik kijk geen tv. Weet je, vroeger had je dat gauw hoor met ja, de Marokkanen, dit de Marokkanen, dat, weet je wel. En ik heb me daarin mee laten slepen toen der tijd, weet je wel. Toen had ik eindelijk eens een keer iets waar ik legaal boos op kon zijn, weet je wel. Want ik vond het sowieso een rare wereld waar we in leven, weet je wel. Ik dacht, is dit alles? En ik heb nooit geloofd dat dit alles is. Want er klopt geen kanker van natuurlijk. Consumptie, slaafmaatschappij waar we met z'n allen in gedropt zijn. Er klopt geen kanker van. Het is alleen maar consumeren tot je ons heen. Oh nee, dat je eerst een half kilo kanker krijgt en dan kan je graf in kankeren. Hè? In zo'n wereld leven wij, althans de westerse wereld, als wat is er nog niet verwesterd. Maar goed, je moet jezelf zien als een plant. Hè? Een plant die groeit naar de zon. Weet je? Nee, sorry. Hoe een plant groeit, er zijn zoveel factoren op invloed. De samenstelling van de aarde, de bodem waar die in staat. Van welke kant de zon schijnt, van welke kant de zon komt, weet je wel. Alles wat er om die plant heen gebeurt. Weet je, maar zeggen miljoenen planten van dezelfde plant, maar geen één plant die is hetzelfde. Want die groeit net weer op een ander stukje aarde, die staat weer onder net een ander stukje wind. En zo moet je jezelf zien, weet je wel. Jij bepaalt wat voor informatie jij tot je krijgt, weet je wel. Jij kan dat bepalen, een plant kan dat niet bepalen. Ja, eigenlijk kan een plant dat wel bepalen, want planten zijn hier langer dan ons. En planten zijn veel slimmer dan ons, dat kan ik je wel vertellen. Ik bedoel, en dan denk je, ja, wat is dat nou voor mijn god? Die praat zeker met bomen. Nou, als jij een paar liter ayahuasca in je flikker hebt, onderhand, dan snap jij wel dat planten vele, 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 vele malen intelligenter zijn dan mensen.
Maar goed, ik zeg niet dat je 3 liter ayahuasca in één keer moet drinken, want dan lig je er behoorlijk af. Maar de hoeveelheid ayahuasca die ik dan tot me heb genomen in de loop der jaren, ja, dan leer je dat soort dingen. Maar goed, jongen. Dus ja, wat voor informatie laat jij toe in jouw systeem, weet je wel? Wil jij een robotslaaf worden van het systeem? Dat is ook prima. Moet je lekker zelf weten. Maar ik denk liever voor mezelf. Oh ja, ik zat over die Marokkanen te lullen, weet je wel. En dan heb je gewoon allemaal Marokkaanse vrienden. En dan hoor je jezelf nog bullshit vibreren. Van ja, de Marokkanen dit, de Marokkanen dat. Ja, hoe kom je daarbij dan? Ja, ja, kijk maar naar de statistieken. En dat heb je dan uit een soort... ik moet je even neerleggen. En dat heb je dan uit een Telegraaf of zo. Of weet je wel, van meneer Wilders heb je dat dan overgenomen. Ja, het is... weet je, als je het eenmaal door hebt, dan zie je het. Het is bijna Cruyffiaans, hè? Als je het eenmaal door hebt, dan zie je het. Maar goed, dus zo word jij in je hoofd geneukt door de televisie. Hè? Denk maar eens goed na. Als jij vroeger, als jij een film had gezien, weet je... Ach, ik zit alweer 6 minuten. Als jij een film, je kwam de bioscoop uit en dan voelde je helemaal Rambo. Rambo, of weet ik veel wat, waar jullie tegenwoordig naar kijken. Zo word jij geprogrammeerd. Alles wat jou, in jouw bewustzijn komt, dat heeft invloed op jouw zijn. Hè? Nou, ik hoop dat ik je een redelijk volledig antwoord heb gegeven. En ja, hele fijne hallo allemaal. Hele fijne hallo allemaal. Mochten jullie wat vragen hebben, drop ze hieronder. En dan zou ik eens even kijken wat ik ervan kan brouwen. Te zijn er tijd. Nou jongens, ik had al hele fijne hallo gezegd, maar op zo'n mooie dag als deze doe ik er graag nog een schepje bovenop. Een hele fijne hallo allemaal, een hele fijne hallo.